Ik kreeg de vraag hoe een canvasstructuur toe te voegen aan een foto. En dat is op zich kinderlijk eenvoudig. Waarom zou je een canvasstructuur willen? Als referentie pak ik even dit schilderij. Dit is het gezicht op Delft van Johannes Vermeer. En zo op het eerste gezicht lijkt dit een mooi schilderij. Totdat je inzoomt. En dan is het eigenlijk stiekem gezegd nog steeds een mooi schilderij. Maar buiten de verf die gebruikt is voor het schilderij zien we nog andere dingen. Je ziet in de lucht bijvoorbeeld dat krakelee-vormig patroon. Het heet ook gewoon echt krakelee. Daar is de toplaag van de verf, of misschien de kleurlaag die eronder ligt, want bovenop ligt een blanke vernis, die is gescheurd. Door de jaren heen, door droogte, scheurt dat in een bepaald patroon. Dat is echter niet wat we in dit filmpje gaan maken. Krakelee maken werkt wel op dezelfde manier, alleen is het lastig om gewoon een uniek patroon van krakelee te vinden. Maar als je bijvoorbeeld kijkt richting de onderkant van de foto, dan zie je daar ook een beetje de structuur van het canvas doorheen komen. En daar is dit schilderij eigenlijk misschien niet het beste voorbeeld in. Je ziet soms wel mooiere voorbeelden, maar ik vind dit ook gewoon een mooi schilderij en ik wilde dat er ook even bij halen. Waarom zie je soms de canvasstructuur? Nou, dan ligt de verf er eigenlijk gewoon net niet dik genoeg op. Terug naar onze eigen foto. Hier ga ik dus een canvasstructuur aan toebrengen. Nu is dit een behoorlijk grote foto en eigenlijk is het ook wel de bedoeling dat je dit niet ziet als je de foto uitgezoomd hebt. Je zult er echt voor moeten inzoomen of als je bijvoorbeeld een hele grote afdruk maakt dat je er met je neus bovenop gaat staan. Als allereerste ga ik een nieuwe laag maken. Dat doe ik met de sneltoets Ctrl Shift en N en deze noem ik voor de grap canvasstructuur. Je hoeft hem niet per se een naam te geven. Om een canvasstructuur te maken, gaan we hem eerst vullen met grijs. Daar gebruik ik de sneltoets Shift F5 voor en vervolgens kies ik bij vullen voor 50% grijs. En ik druk op OK. Dit ga je dus vullen met een canvasstructuur en Photoshop is in staat om die zelf te genereren. Zorg dat je foto 8-bit is, of die 8 of 16-bit is, dat zie je hierboven staan. Nou, staat hier dan een 16, ga naar afbeelding, modus en kies daarvoor 8-bit per kanaal. Want als je dat doet, dan zul je zien dat je bij filters kunt kiezen uit de filter gallery. Je klikt erop en je krijgt het volgende voor je neus. En dan moet je hier zijn bij structuur en dan heb je daar structuurmaker. Je ziet al een beetje wat er gebeurt. In mijn grijze vlak komt de structuur van een canvas. Je kunt eventueel ook nog een andere structuur kiezen. Nou, steen, dat is niet zo fraai. Jute, dat ook niet zo. Eventueel zandsteen zou kunnen. Maar we gaan gewoon voor canvas. Daaronder heb je twee sliders. De schaal en het relief. Zet je de schaal groter, dan wordt je structuur ook grover. Voor hele grote foto's zou dit kunnen. En zet je hem kleiner, dan krijg je natuurlijk ook een fijnere structuur. Ik hou hem in dit geval rond de 100%. En het relief is eigenlijk de dikte waarmee het erin ligt. Zet je het heel hoog, dan zie je wat er gebeurt. Eigenlijk worden de poriën van je canvas dan heel diep. Houd dit tussen de 2 en de 4. Zoom ook een keer uit en in. En waarom zeg ik dat? Nou, als je bijvoorbeeld ver uitzoomt en ik ga even wat vogelen met de schaal. Dan zul je misschien zien dat je op bepaalde verhoudingen een heel raar patroon erin krijgt. En dat patroon wil je eigenlijk niet zien. Nou, ik krijg het niet echt gereproduceerd, maar je zult wel merken waar ik het over heb als je het tegenkomt. Je krijgt dan echt gewoon een herkenbaar patroon van je canvas en dat wil je gewoon voorkomen. Je ziet het een klein beetje op bepaalde inzoompercentages. Ik ben hier wel happy mee, denk ik. Ik zoom nog even in naar 100% en ik druk gewoon op OK. Deze laag van je canvasstructuur die ligt nu bovenop je achtergrond. En we gaan hem nu zichtbaar maken. Je kunt hem over de gehele foto leggen. Dat is niet echt wat ik wil. Ik wil hem maar in bepaalde delen hebben. Als ik hem even uitzet, stel dat je eigenlijk gewoon even kijkt naar licht en donker in deze foto. Nou, waar donker is, bijvoorbeeld hieronder in de rotsen, laten we ervan uitgaan dat daar bijvoorbeeld veel verf op lag. Daar is de structuur van het canvas dus niet te zien. Althans, daar wil ik hem niet laten zien. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de lichte partij. Hier aan de rechterkant, daar wil ik hem ook niet laten zien. Als ik hem bijvoorbeeld aanzet en ik zet de dekkingsmodus op bedekken,
dan wordt al mijn grijs wordt eigenlijk transparant. En dan hou je eigenlijk alleen wat donkerder is dan grijs of wat lichter is dan 50% grijs over. Daarom koos je dus in het begin voor 50% grijs. Ga je nou inzoomen naar 100% of zelfs nog iets meer, dan zie je dus dat die structuur eigenlijk overal op ligt. Je ziet hem al goed terugkomen in de foto. Ga ik even naar het lichtere stuk, dan zie je hem ook hier terugkomen. En dat wil ik eigenlijk niet. Dat vind ik weer zonde. Dan lijkt het te veel alsof een foto op canvas geprint is en het schilderijeffect gaat dan een beetje verloren. Ik haal de modus nog even van bedekken af en ik zet hem even terug op normaal, want dan wordt het effect wat we gaan doen wordt duidelijker. We gaan dus zorgen dat hij in donkere delen niet te zien is en in lichte delen ook niet. En dat doen we met de functie overvloeien als in de laagstijlen. En hoe bereik je dat? Je dubbelklikt gewoon in een leeg gedeelte van de laag. En dan krijg je dit voor je neus. En hieronder zijn de opties die je eigenlijk moet hebben. Overvloeien als. Het staat nu op grijs, maar je zou ook nog per kleurkanaal kunnen werken. In dit geval hou ik hem even op grijs. En dit betekent hoe deze laag met de canvasstructuur zich gaat gedragen gebaseerd op de laag die eronder ligt. Want we gaan aan de onderste slider werken. Nu staan de twee pijltjes uiterst links en uiterst rechts. Maar als ik dit bijvoorbeeld naar binnen trek, dan ga ik een grenswaarde instellen. Dan zet ik hem hier bijvoorbeeld op 55. Dan is alles wat in mijn foto, de onderliggende laag, donkerder is dan 55, transparant in mijn canvasstructuur. En als ik bijvoorbeeld het rechterpijltje naar links trek, dan zie je dat dat effect heeft op mijn lichte partijen. Dan is mijn canvasstructuur niet zichtbaar in de lichtste delen. En dat is op zich wel wat ik wil. En om daar een mooi verloop in te maken, hou ik de Alt ingedrukt en trek ik dit pijltje terug naar rechts. En je ziet, ik krijg daar rustig een verloop in. En dat doe ik ook met dit pijltje. Ik hou de Alt ingedrukt en ik trek dat naar links. En ik druk vervolgens op OK. Wil je dit aanpassen? Je kunt er gewoon weer op dubbelklikken in een leeg gedeelte en je komt weer terug in het laagstijlenmenu. Je ziet dus dat mijn grijze canvasstructuur niet zichtbaar is hier aan de linkerkant in de rotsen bijvoorbeeld of hier aan de rechterkant in het lichte gebied. Zoom ik bijvoorbeeld even in, dan zie je dat ook goed terug. Het is hier wel op de achterliggende landschappen en in de donkere wolken, maar hier in de echt lichte stukken is het niet zichtbaar. Net zoals hier in de rotsen, daar is het niet zichtbaar, maar wel bijvoorbeeld in het wit van de golven. Dus als ik hem nu op bedekken zet, dan wordt het alweer een ander effect dan dat het door de hele foto is toegepast. Ben ik er nu? Nee, want ik wil eigenlijk nog een klein beetje gaan variëren. Nu hebben we dus beperkt dat in de donkerste gebieden het niet zichtbaar is en in de lichtste gebieden het niet zichtbaar. En alles wat daartussenin zit, daar zit mijn canvasstructuur overheen. En dat wil ik niet. Ik wil dat eigenlijk een beetje variëren. En dat ga ik doen middels een masker. Dus op deze canvasstructuur ga ik een masker aanmaken. Dat doe je hieronder via het witte vierkantje en zwarte bolletje. Ik haal de laag nog even van bedekken af naar normaal, zodat we beter kunnen zien wat we doen. Dit masker, dit ga ik vullen met een wolkenstructuur. En dat doe je hierboven. Zorg dat je masker geselecteerd is. Dan zie je de witte hoekjes eromheen. Maar vervolgens ga je hierboven naar filter. En dan heb je daar even spieken, rendering staan. En dan zeg je wolken of andere wolken. Ik ga in dit geval gewoon voor wolken. Houd ik de Alt ingedrukt en klik ik op mijn masker, dan zie ik het masker alleen. Dit is dus het masker van mijn canvasstructuur. Waar het zwart is, daar wordt mijn canvasstructuur verborgen en waar het wit is, daar is hij zichtbaar. Om dit nu nog een klein beetje verder te benadrukken, ga ik hier met niveaus overheen. Sneltoets Ctrl-L en ik trek gewoon het pijltje hier aan de linkerkant wat naar binnen en hier aan de rechterkant ook. En je ziet, ik krijg een groter contrast tussen zwart en wit. Zet ik mijn laag nu aan, dan zie je eigenlijk dat er gewoon een vlekkenpatroon van het grijze canvas overheen ligt. Zoom ik bijvoorbeeld even hier in op de wolken, dan zie je dat je daar nog gewoon tussendoor kijkt. Zet ik de dekkingsmodus van mijn laag nu weer op bedekken, klik eerst even op het icoontje van je laag en zet hem dan op bedekken. Dan zie je dat het dus gewoon ook daar effect in heeft. Ik vind eigenlijk alleen mijn wolkenstructuur nog iets te fijn. Ik hou de Alt ingedrukt, klik op het masker om alleen dat te zien. En ik ga hier gewoon een willekeurige selectie in maken van een vierkant.
een beetje in verhouding met het schilderij. Hoeft niet helemaal precies. En ik ga dit stuk van de selectie gewoon met het verplaatsgereedschap in de hoek schuiven. En hier de rechteronderhoek trek ik gewoon helemaal naar onderen. En op die manier maak ik mijn wolkenstructuur gewoon een stuk grover. Ctrl-D om de selectie op te heffen en ik zet de laag weer aan. Zoom ik nou bijvoorbeeld in op dat ene stukje wolk daarboven, dan zie je dat het ja, toch wel iets fraaier is. En tot slot zet ik mijn dekking wat lager, zodat de structuur wat meer wegvalt. En heel subtiel heb ik er dus een canvasstructuur doorheen, die dus fluctueert met donker en licht en ook nog gewoon een beetje willekeurig is door het wolkenpatroon in mijn masker. Zoom je helemaal uit, is er natuurlijk niks van te zien, maar ga je er echt met je neus bovenop zitten, dan is het wel degelijk terug te vinden. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken, tot de volgende keer en doei doei!